Na 40 jaar in het museumwezen werkzaam te zijn geweest, gaat Gerard Magnus met pensioen. Sinds 1981 werkte hij voor het toenmalige Natuurmuseum dat in 2014 fuseerde met de Stratenmakerstoren. Hij werd directeur van het museum dat verder ging onder de naam De Bastei. Maar wat doet de directeur van een museum eigenlijk? Nou ja, ik ben mijn carrière begonnen met op vrijdagmiddag met z'n allen kijken wie de toiletten schoon zou maken, bij wijze van spreken. Toen waren we nog met alleen maar vrijwilligers. En in de loop van de jaren hebben we gelukkig wat middelen weten te vinden om ons verder te professionaliseren. En mijn taken zijn geleidelijk ook meegeschoven. In de laatste jaren is het vooral ook een managementtaak. De laatste week is het vooral veel afronden en veel praten voor meneer Magnus. Nou, ik ben nu druk bezig om de werkplannen en zo voor het komende jaar over te dragen aan mijn opvolger. Die komt pas 1 november. En ik ben met heel veel medewerkers nog gesprekjes aan het voeren van, nou, is er nog iets waar ik nog voor je kan doen in die laatste dagen? En nou, dat loopt aardig vol. En we hebben vorige week al een mooi feestje gehad, afscheidsfeest. Op 1 november zal Hans Hoijmaijers het roer overnemen. Maar dat betekent een maand lang geen directeur. Hoe moet dat nou? Nou, gelukkig, het zou heel slecht zijn als het museum niet een maand zonder directeur kan. Ik heb niet zo heel veel vakantiedagen opgenomen, dus ook normaal zou ik nu ongeveer, denk ik, flinke vakantie opnemen. En dat moet kunnen. Op de vraag of er vertrouwen is in die opvolger, is het antwoord duidelijk. Ja, zonder meer. Hij is grote ervaring, hè? Hans Hoijmaijers, nu hoofdcollecties en plaatsvervangend directeur van Museum Boerhaven in Leiden. En dus daar heeft hij ook wel zijn sporen verdiend. 2 jaar geleden nog Europees Museum van het Jaar. En nou, hij is opgegroeid hier in de regio, heeft natuurkunde gestudeerd in Nijmegen. Dus ik denk dat hij heel snel hier van mij over kan nemen en de draad op kan pakken. En daar ook zijn eigen invulling aan kan geven. Er is genoeg moois te zien in het museum De Bastei. Maar één stuk steekt er voor meneer Magnus met kop en schouders bovenuit. Ja, dit is de schedel die gevonden is in 1994 bij Bergharen, bij Wiegen in Grindgat. En ik was er zelf bij toen het boven water gehaald is. Want het was vrij spectaculair. Het was in januari en er lag nog ijs op de plas. Dat heeft toen het journaal gehaald. En we hebben later ook nog het jeugdjournaal gehaald met die vondst. En nu is het een object, het staat er. En dat is ook fantastisch. Het verhaal blijft mooi. Maar die ervaring is eenmalig. Dat maak je nooit meer mee. Toekomstige bezoekers van De Bastei hoeven niet bang te zijn dat dit topstuk samen met de directeur het museum zal verlaten. Nee. Ik noem het wel eens onze Darth Vader van het museum. Nee, die blijft al een tijdje hier. Ja. Achter de geranium zitten tijdens zijn pensioen is er voor meneer Magnus niet bij. Het eerste jaar hoeft hij zich zeker niet te vervelen. Nou ja, ik ben een ontzettend doe-het-zelver. En ik heb ook hier in het museum heel veel mee zelf gemaakt. Het is wel iets waar ik naar uitkijk om zelf weer mijn huis te schilderen, bij de kinderen het huis op te knappen. En daar heb ik nu al zoveel opdrachten liggen dat ik daar wel al een klein jaartje mee kan vermaken. Dus daar ga ik mee starten.